18 februari is een bijzondere dag in Nuenen. De carnavalstent wordt opgebouwd, de brandweer is uitgerukt en Jannie Groot fietst al 34 jaar naar de bibliotheek. Vandaag neemt de juf van de Biep afscheid van haar lezers. I'm going to Graceland, Graceland, Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland. Vanmiddag neemt u na 34 jaar afscheid van de bibliotheek. Hoe voelt u zich? Ik voel me heel erg bijzonder. Ik voel me ook een beetje beduust. Want ik had niet verwacht dat het zoveel aandacht zou krijgen. Maar ik moet zeggen, ik vind het verschrikkelijk leuk. Ik geniet ervan. En ik heb met heel verschrikkelijk veel plezier gewerkt. Maar het is ook heel leuk om gezond de eindstreep te halen. En je leven anders in te gaan richten. Wat voor plannen heeft u? Hele gewone plannen. Een beetje een huis opknappen. De tuin komt er weer aan binnenkort. En het lijkt me heerlijk om zomaar midden in de week opeens te zeggen van, oh, het is prachtig weer. We pakken de tent en we gaan drie dagen naar Texel of naar Zuid-Limburg of wat dan ook. En nou, in de zomervakantie 4, 5, 6 weken zwerven met de tent door Europa. Zonder dat er een agenda is van, dan moet je weer beginnen. Everybody sees. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims. Wat gaat u heel erg missen? Wat ik heel erg ga missen, dat is het contact met mensen midden in de uitlening. Mensen helpen, mensen ontmoeten. En ook de scholen. Scholen op bezoek, kinderen op bezoek. En dat is altijd zo leuk. Dan komen 3 of 4 klassen van groep 3, dus zo ongeveer 6 jaar. En die komen dan een week daarna en die zeggen, kent u mij nog? En die zeggen, ja, natuurlijk ken ik je nog. En dat is heel erg leuk. En dat ga ik missen. Nou, even terugkijken tot 34 jaar. Leuke dingen meegemaakt natuurlijk, minder leuke dingen. Kunt u eens beginnen met de leuke dingen? Leuke dingen, dat is mijn werk geweest. Ik heb echt het gevoel dat ik het leukste beroep heb gehad wat bij mij paste. En ik heb het ook uitgeoefend in de jaren dat de bibliotheek als paddenstoelen uit de grond omhoog kwamen. Eind 60 jaren begon dat. Dat is in de 70 jaren erg lang doorgegaan. Er is een dip gekomen in de 80 jaren, de bezuiniging. En ik moet zeggen, de bezuinigingen zijn nog niet helemaal geschrapt, om het heel beleefd te zeggen. Aandacht in rond de linden maakte me wel een beetje verlegen, want je komt thuis en je ligt op de mat. Je komt in de Biep en hij staat op het rek. Maar je weet hoe dat gaat met papier. Vandaag sta je op het rek en morgen lig je bij het oud papier, dus dan heeft het ook nog een goede functie. Gisteren kwam het Eindhovens Dagblad tot mijn grote verrassing voorbij. En hetzelfde verhaal. Ik ben er gewoon verlegen van. Maar het was toch wel heel leuk om mijn verhaal te kunnen doen. Als mijn kleinzoon gaat voorlezen, daar doe ik al driftig pogingen toe. Maar hij is nog maar een jaar, dus het beperkt zich nog aan met boeken meppen. Soms met een boek, een badboekje in bad zitten. Maar dat zal zeker komen. En voorlezen doen we in elk geval ook al. Ook al snapt hij de woorden nog niet. We zijn al bezig met de woorden en de bladzijden. De taak hier in Nuenen was voornamelijk de aanschaf en beheer van de jeugdcollectie. Maar daarnaast waren er ook de contacten met scholen, kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen. Maar een heel groot deel speelde zich gewoon boven bij de inlichtingenbalie af. En daar kwam iedereen langs, zowel groot als klein, volwassen en kind. En dat maakt eigenlijk niet uit wie je antwoord geeft. Het leukste is om iemand tevreden naar huis te zien gaan met dat boek wat ze nodig hadden die dag. Ik heb thuis wel wat boeken, maar daar beperk ik me heel strikt in. Want ik vind niks zo droevig als boekenkasten vol boeken waar niks meer bij kan. Dan moet je of boekenkasten kopen, of je moet gaan schiften en weggooien. En ik moet zeggen, afschrijven in de bibliotheek, daar draaide ik mijn hand niet voor om. Maar in je eigen collectie saneren is toch wel heel moeilijk.
Dus ik denk, beperkt kopen. Ik koop alleen iets wat ik gelezen heb en wat ik heel erg mooi vind. En de rest, daar is de bibliotheek voor. Ik blijf hier een hele goede klant. Zo, daar was ze dan. En nou nog terug als klant. Maybe I'm a reason.